Goedemorgen Jorien Renkema. Goedemorgen Robbe Wijnand. Goedemorgen Wijnand. Goedemorgen Robbie. En goedemorgen Brainpower in de studio. Hey, goedemorgen mensen. Er zijn veel mensen die zitten te kijken en te luisteren. Onder andere Niels, die zegt... Wauw, ik heb de Unplugged CD nog van Brainpower met onder andere Birgit Lewis. En het prachtige, je moest waarschijnlijk gaan. Ja, dat was een mooi album. En die komt toevallig dit jaar met Record Store Day op vinyl uit. Oeh. Gekleurd vinyl. En die is nog nooit op vinyl geweest. Oh, en nou, leuk om te horen. Groeten daar. Ja, Niels die gaat helemaal, die springt nu tegen het plafond. Ja, die gaat naar de Record Store. Totdat hij de prijs hoort van vinyl tegenwoordig. Kosten, wat gaat het kosten? Nou, volgens mij gaat dat wel een dure worden. Want het vinyl in kleinere oplage is gewoon duur. Ah, ja. Ik denk rond de 50 piek wel. Maar het is dubbelaar. Een heel is mooi gekleurd vinyl. Ah, maar Niels, die van je eigen portemonnee staat liggen. Niels. Ja, wat is je mooiste herinnering aan de Zero's? Je hebt achter de schermen hier allemaal grote verhalen. Goede, echt indrukwekkende verhalen verteld. Ja. Als je één beeld voor je ziet, wat zie je dan? Eén beeld voor me, wat ik dan zie... Ik wou trouwens een shout-out geven aan Cresip, want ik heb met hun getoerd in die tijd. Oh, ja, die hebben een... Vlak voor mijn eerste album. Met Jacqueline, en het was heel tof allemaal. In ieder geval, het mooiste moment, hè, dat hoor je natuurlijk vaker die vraag. Ik denk toch de MTV Awards winnen in Barcelona. Holy shit. Op Best Dutch Act. Ja. En dat je dat als hip-hop act deed, was echt heel bijzonder en uniek. En ook gewoon backstage met... Met iedereen. Iedereen was daar, weet je wel. Ja, want nu is Wyclef, Eminem, J-Lo, Robbie Williams. En Nederlandse hiphop is nu gewoon veel meer opgenomen in onze cultuur. Maar dat was toen gewoon... Dat was toen helemaal niet. Dat was toen een soort van underground. En jij kwam in een generatie waarbij dat in één keer veel breder getrokken werd, hè? Nou ja, het was... ik denk dat ik daar absoluut mijn steentje aan bijgedragen heb. Als ik dat enigszins ingetogen mag zeggen. Ja, mag. En dat is waar wat je zegt. Dus wat wil je weten? Ja. Nee, maar dat besef ik me in één keer. Hoe bijzonder. Jij zegt dat was zo bijzonder. En toen bedacht ik me in één keer. Dat was voor die tijd, voor nu zou je zeggen... dat is zo Ronnie Flex dat zou winnen, weet je wel. Oké, dat is tof. Maar toen was dat heel bijzonder. Omdat dat gewoon helemaal niet zo was, die scene. Klopt. Kijk, ik had het idee dat ik laat was. Omdat ik opgegroeid ben met de grote in de jaren 80. En je denkt van, ik moet opschieten. Maar in die tijd was het heel bijzonder. Er waren een paar rap acts natuurlijk, een paar hip-hop acts. Ja. En het was ook altijd, weet je, ook zelfs bij 3FM. Ik zal geen namen noemen, maar iemand hier die de boel de dienst uitmaakte, die vond dat wij geen liedjes maakten, rappers. Dus daar kan je nagaan. En nu kom je nog steeds langs omdat jullie dat willen. Ja man, dus er is wel echt iets veranderd. Ja, en ik vind het alleen maar tof om te zien dat het veel opener geworden is. En dan nu. Gewoon moment. Want je gaat zo meteen kunnen stemmen op die 1003 van de Zero's. Ja. Jij gaat natuurlijk oproepen voor Dansplaat. Heb je nog tips? Nou ja, mag ook op een andere track stemmen, maar heb ik nog tips? Waar zou je zelf op stemmen? Wat zou je zelf op jouw top 3 zijn? Kan ik alles zeggen? Alles zeggen, dat is waar de Zero's is. Alles wat de Zero's is. Man. Ik denk toch iets van Jay-Z of Eminem. Ja. Maar er zijn heel veel goede songs, ook hele goede popsongs. Daar moet ik echt even over nadenken. Cresip toch? Cresip is ook een hele goede Nederlandse classic, absoluut. Er staat hier een groene knop in de studio. Je kunt meekijken, 3fm.nl. Oh ja, ik ga de knop openen, de knop indrukken. Ja. Oké, we gaan het doen. Oké, ik hoef niet af te tellen. Ik mag hem gewoon indrukken wanneer ik wil. Maar maak er een moment van, doe je ding. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Come on! Yes, we can. Who's that bolt? Bolt an overeating! We are calling it iPhone. Voor de Zero's Top 1003. Gaan open in 3, 2, 1, 0. De stembussen voor de Top 1003 van de Zero's zijn geopend! Yes, we can. 3FM, Zero's Top 1003. Terug in de tijd van Hives, Crazy Frog en Wuppies met de 3FM Zero's Top 1003. Stem nu op je favoriete Zero's track via 3fm.nl/Zero's. Brainpower, dankjewel man. Ja, graag gedaan man. Jullie bedankt. Pop, jij of Pop-in. En we gaan hem draaien, hoor. Ja, we gaan hem draaien. Iedereen let's go. Hey, 3FM.